Corona. De race is begonnen. Dwars door Zuid-Amerika. Van de Atlantische naar de Stille Oceaan. Oh my god, I'm chewing cocaïne. Van Rio de Janeiro naar het Wilde Westen van Brazilië. Oh shit, jong, boy, hè? Over het Andesgebergte naar de zoutvlakte in Bolivia. Gaan we niet afgeven, hè? Gaan we op. Langs het Titicacameer naar de Inca's in Peru. Dwars door de Nazca-woestijn naar de Stille Oceaan. Tot Lima voor de finale. Pascal en Miranda, Egbert en Josephine en Anja en Nancy zijn de drie laatste koppels van Peking Express Zuid-Amerika. Ze hebben Brazilië en Bolivia al doorkruist en varen nu over het Titicacameer naar het laatste land van deze race, Peru. Ooit was Peru het hart van het legendarische Inca-rijk, waarvan alleen de verborgen stad Machu Picchu nooit door de Spanjaarden werd ontdekt. De koppels kunnen drie amuletten veroveren in een race over de Peruviaanse hoogvlakte naar de legendarische Inca-hoofdstad Cusco. Peru wordt denk ik moeilijker dan Bolivia. Het gaat kouder worden, gaan de bergen in. Ik ben benieuwd. Wat ik heel erg leuk vind is als ik Machu Picchu zou zien. Dat lijkt me echt wel super, super mega. En ik denk ook, als je zo ontzettend dicht bij de finale zit en je zit bij de laatste drie koppels, dat we potentiële klanten zijn voor de finale. En dan gaan we dat ook eens eventjes bewijzen. Maar vanaf nu moeten Pascal en Miranda het zonder de steun van hun vrienden Hans en Emily stellen. Hans en Emily, jullie kwamen hier als laatste binnen. En dat betekent dat jullie naar huis gaan. Ja. Ik had ook wel geweldig dat ze hierbij zaten. Ja. We hebben toch best wel wat meegemaakt, hè? Ja. En wij kunnen de volgende zijn die eruit kennen. Want de twee andere duo's kunnen het uitstekend met elkaar vinden. Zien jullie toch nog bij je? Ja, ik vind het echt keileuk. Met Egbert en Josephine kunnen we gewoon echt heel goed opschieten en heel erg veel lachen. En ja, daar hebben we gewoon echt een goede klik mee. Wees me zo naar de finale, is het wel echt grappig geworden. Als ik Anja en Nancy zie, dan straal ik iedere keer opnieuw. Dat zijn zo mijn vrolijke chippies en ik hoop echt ook dat ze de finale mogen spelen. Het viertal is beducht voor de fanatieke race drive van Pascal en Miranda. Ja, ze zijn sterk, maar we gaan gewoon een blok vormen tegen en er zijn twee. En... Als wij als twee koppels overblijven. Ja, en de finale mogen spelen. Hè? Ja, ja, tuurlijk. Ja. Ja, we zijn gewoon screwed. Het is gewoon 2-1. Juist. Vaak is echt hard spelen. Dit is het ultieme avontuur. Kijk, kijk, kom maar, Josephine. 9 duo's met maar één doel. Ren, schiet op, ren voor je leven, schiet op. Met 1 euro per dag zo snel mogelijk liften. Dwars door Zuid-Amerika. Ze weten niet waar ze terecht zullen komen. Oh, ja. Aan welke gevaren ze blootstaan. Je hebt graag maar bloedlinkje. En hoe dit hun leven zal veranderen. Titicacameer is het grootste meer van Zuid-Amerika. Voor de deelnemers is de stressloze overtocht een welkome afwisseling. Het was gewoon super zalig. Ik had zo de stelte over het Titicacameer en zo stelletjes aan Peru zien komen. Mooi, hè? Ja. Zou dat daar zijn? Die huisjes. Ik heb het nog nooit gezien. Ineens kwamen we bij een soort rieten eilanden. Rieten huisjes, rieten boten, rieten uitkijktorens. Heel raar en heel bizar. Echt een groot. Nee, ik ook. Het is toch groot, hè? Ja, hè? De drijvende eilandjes zijn van de Oero's, een Indianenvolk dat 500 jaar geleden het Titicacameer opvluchtte om te ontsnappen aan de Inca's en de Spaanse veroveraars. Bon dia, amiga.
De duo's zijn te gast op het handgemaakte rieteneiland van een Oeros-familie. De familie heeft een ontbijt klaargemaakt. Kregen we allemaal een soort glazige aardappelen en één gedeelte van een vis. Volgens mij was het een soort forel. Trucha de lago. Gracias. Trucha de lago. Die man komt een hoek af met zo'n rietstengel, waar hij het bovenste van afkraakt om hutten mee te bouwen. Dat kon je zo opeten. Het was lekker sappig en dat was best goed te doen. Maar het ontbijt wordt vroegtijdig afgebroken. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Het is tijd om weer te beginnen met de race. Die moeten met die bootjes die erachter liggen de kinderen van dit eiland naar hun school toe brengen. En daarna moeten jullie doorpeddelen naar het vasteland. Het is een flinke tocht, maar het koppel dat straks als eerste bij mij aankomt, wint een amulet. En bepaalt ook meteen welk ander duo met een handicap aan deze etappe moet beginnen. Pascal en Miranda vrezen meteen het ergste. Als Anja Nancy of Josephine Egbert de mogelijkheid heeft om iemand te benadelen, ik denk dat wij het dan zijn. Pascal en Miranda, willen jullie deze twee naar school brengen? Ja, we willen jullie wel zeker naar school brengen. En Josephine. Oké. En Anja en Nancy. Ja, kom maar. Je mag ze meenemen. Veel succes. Pas op. Die bootjes, dat bleken dus maar rare gevallen te zijn. Het hangt vast van mijn voet. Het was heel onstabiel. En het ergste van al was dat wij gewoon geen roeispaan kregen. Er waren gewoon twee stokken. Dus die boot was gewoon stuurloos. Ja, je gaat een beetje naar links, je gaat een beetje te veel naar rechts. Moest je weer helemaal keren, dat ging ook niet makkelijk. In het begin lagen die kinderen ook helemaal in een deuk. Van ja jongens, kom aan. We moeten zo snel mogelijk naar die school en jullie afzetten. Dandy et scola. Aquí. Pascal en Miranda komen als eerste op gang. Ah, verdomme. Hoe doen die dat toch? Ik bedoel, volgens mij hebben die stiekem en Nederland zitten oefenen op kajak varen met stokken. Links, hè, anders gaan we draaien. Nee, ik doe links, maar ik doe rechts. Twee jaar geleden zijn we gaan kanoën, maar de dash, het kano-principe was eigenlijk hetzelfde. Links en rechts peddelen. De school drijft op amper 250 meter van het startpunt. Jij moet sturen daar. Succes op school. Ciao. Vamos. Pas op uw naar. Pascal en Miranda beginnen als eerste aan de 5 kilometer lange tocht naar het vasteland. Hola. Vamos, rapido. Bye. Wanneer alle kinderen op school zijn, hebben ze al een comfortabele voorsprong. Maar de vier vrienden geven zich nog niet gewonnen. Ja, hou ze waar. Zijn we ook gewoon links-rechts gaan roeien en we hadden de slag aardig te pakken. Ook Pascal en Miranda verbeteren hun techniek. Als je snelheid wilt maken, moet je hem diep doorheen halen en helemaal doorhalen. Egbert en Josephine raken al snel achterop. Ja, zeg. Het was een redelijk slechte coördinatie. We waren niet op elkaar afgestemd. Josephine, als je ziet afwijken, moet je zo of zo doen. Maar hun bondgenoten komen dichter en dichter bij Pascal en Miranda. We hebben zo hard mogelijk geroeid. Echt uit het diepste van ons lichaam. Ja. Sinds hun zwakke start in Brazilië zijn de nichtjes al weken aan een opmars bezig. Na een half uur keihard doorroeien stoten Anja en Nancy verrassend door naar de eerste positie. Dat is zo'n heerlijk gevoel om er voorbij te gaan. Maar de duo's moeten nog zeker een uur doorroeien tot het vasteland van Peru. Het eerste duo dat hier zo dadelijk binnenkomt, wint niet alleen deze amulet. Maar mag ook nog eens bepalen welk ander duo met deze enorme rieten mat moet gaan liften. De roeiwedstrijd mondt uit in een uitputtend nek-aan-nek gevecht. Wel ziet, we moeten echt doorroeien, want we zijn er pas als we aan land zijn. Wij hadden natuurlijk het nadeel dat wij de route moesten zoeken. Ja, en Pascal en Miranda die konden gewoon erachteraan peddelen. Daardoor verloren we steeds een beetje voorsprong. En dan zijn we als een idioot gaan peddelen. Echt, we hebben echt gepeddeld alsof ons leven eraf ging. Links. Rechts.
zijn er bijna. Nog 5 meter. Ja? Welkom meiden, terug op het vasteland. Dankjewel. Met een amulet voor jullie. Eindelijk! Alsjeblieft. Onze eerste amulet. Dat we met roeien toch als 2 meisjes gewoon winnen tegen Pascal en Miranda. Ja, daar mogen we denk ik best trots op zijn. We mogen ook nog bepalen welk ander duo met deze enorme rieten mat moet gaan liften. Pascal en Miranda. Pascal en Miranda? Ja. Pascal en Miranda, jullie moeten hiermee gaan liften. Alsjeblieft. Nou, dankjewel. Veel succes ermee. Ja, dankjewel. Ja, gewoon frustrerend. Iedere keer als we nu niet eerst aankomen en er is iets weg te geven, een soort handicap, ja, dan zullen Miranda en Pascal er mee moeten sjouwen. Daarom ging echt met Josephine ook niet hard. Ze wisten toch wel dat ze dat ding niet zou krijgen. Het is al de 2e keer dat Pascal en Miranda een handicap meekrijgen. In Brazilië moesten ze van Egbert en Josephine al een zak mest meesleuren. Oh, wat een stinken, jongen. Een naaistreek, zeg. Zo'n zak met shit. Want iedereen krijgt op de Zwarte Piet. En no excuses anymore. Het is gewoon duidelijk dat Miranda en ik er helemaal alleen voor staan. Nou ja, het zakstront ging ook goed, toch? Precies. Intussen zijn Anja en Nancy in het dorp al op zoek naar een eerste Peruviaanse lift. No? Hij doet het niet. Peru, over het algemeen toch een vrij arme bevolking, dus ik hoop dat ze naties voor ons gaan rijden. Hola, señor. Ja, dat is ook een natuurlijk meneer. Is het Juliaca? Si? Ah, maar net tegen meneer. Ah, ik ben moe amabele. Hoe te jammer? Anna? Anna? Nancy. Nancy? Si. Anita en Nancy. Dan noem je me Shaki, zolang ik vooruit ga. Met de rieten mat als handicap komen Pascal en Miranda minder snel aan een lift. Het is heel erg onpraktisch. Je kan geen persoonauto liften. Daar kan je niet bij instappen, want dat past niet. Dat is veel te lang. Kan je nooit meer achterin als dit ding erbij is. Gaat niet. Het is gewoon een onhandig ballen ding. Gelukkig deze wagen hoor. Ja, supergoed. Ja, ideaal. We hebben een snelle jeep te pakken en we hebben geen handicap. We zaten comfortabel, het ging snel. Ja, helemaal top. Hoi. Nee. Primero? Nee. First prize. Possible ayuda. Estramos. Otro carro para Yaviri. Sí. Yes? Thank you so much. Op het Titicacameer worstelen pechvogels Egbert en Josephine nog altijd met de roeispanen. Ja, saai. Allee, ho. Ik kan niet alleen draaien. Maar je moet sturen, Josephine. Maar ik ben aan het sturen, hebben. Ik heb het nog een keer zien doen. Maar wat jij hier af, stuurt jij als je het beter kunt. Allee. Ik wil niet dat hier zit de vet nog mee. Ja. Hun vrienden zijn intussen al toe aan hun 2e lift. Het gaat wel erg langzaam, hè? Ja, het gaat heel erg langzaam. Hier, leg je even. Ja. Pascal en Miranda hebben eindelijk een geschikt vervoermiddel voor hun rieten mat. Dochtersolas. Oké. Gracias. We moesten dan voor in de cabine blijven natuurlijk, omdat we niks konden betalen, maar dat was geen probleem. De bus was gewoon super gezellig. Echt een zuidelijk steertje. Schudden met die Sigdeburi. En ook Egbert en Josephine zijn eindelijk begonnen met liften. Signor! Tu conducir a Juliaca? Tu conducir para Corea? No. Tu conducir a Juliaca? Signor! Signore, molto importante! A Leo! Juliaca? Direction Juliaca? Fin! Kin left! Oké! Okay. Tot die auto! Grazie, signore! Uiteindelijk zijn die Peruvianen wel gastvrij, 2 minuten net is de klonk. Gracias. 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 Lang leven de meisjes. Ik hoop gewoon dat wij nu nog Pascal en Miranda gebeuren. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Pascal en Miranda zijn afgezet bij een afgelegen splitsing. We staan nu alweer op een KUT-plek. Ja. Geen zin om hier echt lang te staan. We rijden wel immens traag, we rijden 40. Maar is nog niet verloren, hè? Ja, uit de. Het is geen eliminatie-etappe. We gaan er het beste maken van die etappe.
ons. Ja, ja. Buenos días. Buenos días, señor. Dirección Cusco, oké? Okay? Mag hier. Gracias, señor. Maar de chauffeur heeft de mat nog niet gezien. No, is er nog. C'est possible, aquí. Ik wil die baal gewoon die cabine inwerken. Ik vond de kerel in die vrachtwagen niet zo goed. Dat past niet. Klote ding. Het is voor ons echt super moeilijk nu aan het worden, omdat we telkens afgeremd worden. Ze hebben geen erg ding mee kunnen geven. Auw, kutzooi. Tyfusmat. Het is echt. Het is echt kut. Ga maar lopen. .nl. Ja. Vamos. Rapido, rapido. Egbert en Josephine moeten nog een grote achterstand op Pascal en Miranda goedmaken. Terwijl Anja en Nancy ver voorop liggen wanneer de race een kwartier later stil wordt gelegd. Santa Rosa aquí? Oké, muchas gracias. Gracias, señor. Bij de zoektocht naar hun eerste slaapplaats in Peru hebben Anja en Nancy meteen veel bekijks. Er zullen waarschijnlijk niet heel veel blonde mensen komen. En dan is het toch wel misschien wel opvallend, twee blonde meisjes. Hola, señoras, señoritas. En daar zei van, jullie moeten meekomen, laat ik zien waar ik werk. Oh, kijk, je kunt ze al, je maakt ze allemaal kleden. Hola. De nichtjes worden getrakteerd op een rondleiding in het plaatselijke naaiatelier. Producto de Santa Rosa. Producto de Santa Rosa. Schattig allemaal. Ja. Vanaf het begin af aan word je heel warm ontvangen door mensen. Ze willen heel graag tonen wat ze allemaal kunnen en zo. Het zijn hele trotse mensen. Ahora usted. Usted trabaje. Nou, dat wordt wat. Is het moeilijk? Nou, ik heb nog nooit gehaakt. Het gaat echt niet. Serieus, maar dit zijn echt... Ja, kom eens niet net als je was. Volgens mij moet je het wel een beetje in je handen hebben. Voor dit die boeken. Oh, eerste lijntjes. Drie dorpen achter de nichtjes staan Egbert en Josephine bij het gemeentehuis. Ga je ben? Ja. Hola. Somos de Belgica y cercar una casa para dormir esta noche. El parador turístico. Hay un parador donde hay hospedaje y comida también. No es posible. Un casa de personas locales. Ah, ya. ¿Es posible? Sí. ¿Tu casa? No, le puedo llevar a otra casa. Otra casa. De gemeentesecretaresse wil hen helpen zoeken. Gracias, señora. Gracias. Betty, tu casa, en tu casa, alójale. Están buscando un sitio. Tu casa. O sea, quieren comer así, mazamorrita, concha, quieren ver eso. Quieren dormir en el suelito nomás. Maar de dorpelingen vertrouwen het niet. Cordillers. Usted va a dormir ahora. Do you know somewhere? No. Oh, in Chile, ja. Sí. De nichtjes hopen dat ze zich in Peru kunnen beroepen op het kerkasiel. Padre de Santa Rosa? Ah, Padre de Santa Rosa. Ja, Padre de Santa Rosa. Sí. Local de parroquia. Sí? Parroquia. Oké, naar de kerk. Ja. Ah, sí. Gracias. Gracias. Aquí. Ziet er goed uit. Buen día, señora. Buen día. Gracias. We're looking for a place to sleep. On the ground is fine, whatever. Whatever. Wherever you can miss. Yeah. It's possible. And tomorrow you will be leaving? Yes, we will leave. 7 o'clock in the morning. 7 o'clock. Okay. Yes, we have a parish house there in the, yes. In the parish. We have two rooms there. That's great. Thank you so much. Thank you so much. Okay. Het is een goed begin. We zijn pas net in het dorp. Het gaat van een laaie dakje eigenlijk. Brilliant. So happy. Yes. Voor hekkensluiters Egbert en Josephine is er eindelijk ook goed nieuws. De gemeentesecretaresse vindt een huis voor hen. Hola. Hola, señor. ¿Es posible pasar la noche aquí? Ja, no hay problema. Ja. No problema. Muchas gracias, señor. Gracias, señor. Puede pasar. Ciao. Muchas gracias. Ciao. ¿Qué es tu nombre? Antolín. Antolín. Yo trabajo en promoción campesina Pucará. No? Ah, oké. Okay. Antolín blijkt heel actief te zijn in het dorp. In Peru somos muy pobres,
Muy pobres. Muy pobres y muchos madres abandonados en este distrito de Pucará especialmente. Poder esto mejorar su nivel de vida. Filemón, had dan gezegd dat hij voor ons eten ging maken en er waren we al blij voor. Gracias, señor. Gracias, muchas gracias. Patat. Volgens mij is hij rot. Maar bij ze hem. Ja. Ja, ik heb gewoon. Smaakt zuur. Het smaakt echt niet goed. Ik heb echt mijn uiterste best gedaan voor die patatten op te krijgen uit respect voor die mensen. Muito gracias, señor. Pascal en Miranda hebben intussen al 8 kilometer wandelend afgelegd. Miranda, hoe ver wil je lopen, lieverd? Ja, ik wil het liefst naar Santa, weet ik veel waar. Ja, serieus? Ja, tuurlijk. Het is wel ontzettend ver, hè? Ik weet het. Het lijkt een beetje onbegonnen werk met deze boomstam. Dus het is gewoon kijken voor een huisje, oké? Oké. Midden op de hoogvlakte stuiten Pascal en Miranda op een afgesloten gebouwencomplex. Ik vind het er een beetje raar uitzien daar. Het lijkt wel een spookdorp. Ja. Het leek een soort secte, weet je? Echt zo'n sectegebouwtje. Kijk, daar zijn mensen. Hola. Ja. Schapenlama's. Genetisch gemanipuleerde lama's. Het was een soort universiteit waar mensen leerden om een soort dierenarts te worden. Hola, el director de... Aquí? Gracias. Hola. ¿Cómo está? Señor, Miranda y Pascal. No casa tu dormir. Por favor, ayude. Ayúdenos. Otra vez, ¿se queda? Sí. Gracias. Gracias, señor. Muchas gracias. Het was zo geregeld. Het was denk ik een kwestie van 5 minuten en nee, geen probleem. En nou, perfect. Oké. Okay. En toen werden we naar onze slaapzaaltje gebracht. Daar stonden 3 bedden. Nou, en dead for it. Kijk eens wat een mooie slaapzaal we hebben. Gracias, señor. Maar de slechte liftdag met de rieten mat blijft hun humeur beïnvloeden. Ik word er wel scheidsziek van, zo'n mat. Ja. Heb je mijn handen gezien? Die zitten onder de blaren. Hier zit een open blaar en hier zit ook een kapotte blaar. Ik heb het echt gehad. Ik wil gewoon lekker liften. En, ja, maar het is ook niet, ik vind ook niet dat wij het verdienen. Nee. Ik snap wel dat ze meiden misschien minder met ons hebben dan met het andere team. Maar we hebben toch ook samen die zoutproef gelopen? Ja. Op de zoutvlakte in Bolivia moest Miranda samen racen met de minder fanatieke Nancy. Probeer iets grotere stappen te zetten. Ik had echt gewoon zin om er al heen te sprinten gewoon. Miranda, serieus, ik kan niet harder dan dit en that's it. Ik kon er wel wat doen. Ja, ze zijn gewoon super fanatiek en zodra er eens een proef gespeeld moet worden, gaat er gewoon een knop om. Dan worden ze te fanatiek, vind ik. Wij zijn niet meer fanatiek dan de rest. Nee, helemaal niet. Maar ja, ik hoop dat we de finale halen. Nou, morgen kunnen we die meiden proberen een hak te zetten om even te laten zien. Pascal en Miranda gewoon subtief zijn. Straks in Peking Express. Zet er een auto, pari. Welke duo strijden voor het tweede amulet van de etappe? Ja, een auto-equipe. Een auto-equipe. Op de dunbevolkte Peruviaanse hoogvlakte, meer dan 4000 meter boven de zeespiegel, beginnen de laatste 3 duo's aan een nieuwe liftdag. Gracias, ciao. De klokslag 7. Pascal en Miranda zijn vastbesloten om vandaag hun lifthandicap met de rieten mat te overwinnen. Nou, dan gaan we maar, hè. Oké. Gelukkig gaan we nog wel ons vriendje. Ja. Voilà. Op dit moment kunnen we het allemaal nog wel aan. En we proberen natuurlijk het beste van te maken. We hebben ons een matte naampje gegeven, namelijk Rieten Ronnie. Hier zo? Ja. Ik ben blij dat hij van Riet is. In een korte ochtendrace liften de duo's naar Abra La Raya, het centrum van de veeteelt in dit gebied. In dit deel van Peru worden miljoenen lama's en alpaca's gekweekt. Want hun vlees staat hier dagelijks op het menu en hun wol is een belangrijk exportproduct. De eerste 2 duo's die hier aankomen spelen de proef voor een amulet van 10.000 euro. En het derde duo mag een koppel helpen. Anja en Nancy starten op amper 5 kilometer van de proeflocatie. We hebben geen handicap, dus we hebben echt een goede voorsprong, denk ik, op Pascal en Miranda. Senor, 4 bananen. 4? 4, sí. De nichtjes nemen rustig de tijd om inkopen te doen. Wil je een stukje cake? Ah, ziet er wel heel lekker uit, hè? Dos, die. Ja. Ik heb nog niet veel auto's horen langskomen. Als die weg zo blijven komen, echt met de Josephine zo meteen voorbij. Is het beste voertuig wat die kant op gaat, spring ik in. We gaan een voertuig.
Egbert en Josephine zitten een heel stuk achterop in een dorp waar het ochtendverkeer net op gang komt. Vanaf seconde 1 stopt er een auto en mogen we mee. Gracias, signor. Lang leven de Peruviaanse gastvrijheid. Dit zou je in Peru verspelen. Maar ze moeten nog een flinke achterstand goedmaken om voorbij Pascal en Miranda te komen. Ja. Kijk. Gebruik je vrouwelijkheid even. Hola. ¿Dónde vas, señor? Cusco. Por favor, nosotros de Abrelaria. Sí? Sí, oké. Okay. Gracias. Maar ook Riet en Ronnie moet mee. Even kijken waar we die mat kwijt kunnen. Señor? De chauffeur ziet de mat niet echt in zijn cabine passen. Op het dak misschien? Hij moet wel vast, hoor. Je moet gewoon creatief zijn waar je dat ding gewoon wegstopt. Anders dan kom je gewoon niet weg. Dus Riet en Ronnie achter op de truck. Hasta la raya nomás. Habla la raya. Nou, het was oké. Okay. De truck gebonden met twee sjaaltjes. En huppakee, richting check-in. Ja, is perfect. Dan kan hij los. Oké, señor. Is het possible de un poco más rápido? No, es que estoy pesado. Tengo 34 toneladas. Zolang je het met de Josephine niet inhalen, kan het er nog in zitten. Ja, dat is waar. Ah. We zijn vlot, die reed onder een 10. Maar voor iedere man die aan het lef was, stopt hij en hup, kom maar bij, springt er maar uit. Taxistop is een lucratieve bezigheid in Peru. Wie een auto heeft, neemt vaak zoveel mogelijk mensen mee om zo wat bij te verdienen. Ik snap dat ook, wat hij die wat cash rijdt. Maar dan zie je gewoon de klok tikken en dan sta je echt te verliezen. Bam. Doe nog maar dos Oreo. En hoeveel wil je hiervan? Eentje of twee is goed. Dos die. Dos. Ja. Maar dan moeten we toch door gaan liften. Ja. Bye bye. Nu pas beginnen ook de nichtjes met liften. We moeten zo snel mogelijk naar de hoofdweg zien te komen dan. Hola, señor. Hola, señor. Camino de Abrela Raya. Allá abajo, paradero. Dirección Agua La Raya. Ah, sí, sí. Néstor, vamos a ir allá. Vamos a ir para Cusco. Agua La Raya. Het ging goed. En een politieagent die vond het ook helemaal leuk en die ging ook helpen. De agent is bereid om het verkeer op de hoofdweg tegen te houden. Oh, gracias, señor. Oké. En precies op tijd passeert er een vrachtwagen. Hola. Ja? Lopen. Maar Pascal en Miranda zijn vlakbij. Gracias, señor. Hola, señor. We zijn ingehaald. Ja? Kutzooi. Ja, zo gaat hij goed. Maximum speed. Wow. Anja en Nancy zetten onmiddellijk de achtervolging in. Possible un poco muy rápido. Is importante, no? Sí. Oh, shit. Concurrentie. Volgens mij is je auto zwaarder beladen. Oeh, ja. Een auto, ik kies enemy. Als we er binnenkomen ben ik blij, maar ja, dat is maar te hopen. Best kan dat Josephine echt gewoon vet eerste ligt. Más rápido posible. Mucho rápido. Nosotros queremos ganar, hè? Beide duo's zijn vlak bij de proeflocatie. Alpacos, sí. Alpacos, sí. Ja, dat zijn die beesten. Ja. Typical Peru, hè? Alpacos. Es carne, consumo. Carne. Ah, ella también es una lana fina, tiene también cuesta muchos dólares. Mira, tío. Op de valreep halen de nichtjes Pascal en Miranda in. Ja. Het zal wel op rennen aankomen. Ja. Gracias, señor. Ja, die kant. Jullie zijn eerst het spelende proef. Proficiat. Goedemorgen, jullie zijn tweede. En mogen net zoals Anja en Nancy de proef spelen. Mooi. De koele reactie van Pascal en Miranda ontgaat de nichtjes niet. Ik denk dat ze ontzettend balen dat zij die handicap hebben gekregen en geen eerste zijn geworden. Zeker als je zo fanatiek bent. Dan moet je er wel van balen.
Deze twee herders hier, die hebben al heel wat alpaca's, die je daar ziet, gevangen en geschoren, maar ze hebben ze nog niet allemaal te pakken gekregen. En het is nu aan jullie om een alpaca te vangen en ook te scheren. Zodra je 1,5 kilo wol hebt, mag je de zwarte lama met de amulet rond de nek gaan vangen. Ik had ook wel meteen zoiets van, ah, dat is te doen. Het is niet moeilijk, ik bedoel, ik ben niet bang van die beest. Maar als Egbert en Josephine hier nog tijdens de proef aankomen, dan mogen ze één duo helpen. We hadden al zoiets van, ja, dan wordt het gewoon moeilijk voor ons. Klaar? Start! Behoedzaam naderen de duo's de alpaca's. Ja, je moet gewoon heel voorzichtig zijn. Als je er dichtbij komt, dan peren ze hem natuurlijk, dan zijn ze weg. Ah, fuck it. Geen geluid maken. Daar, die grote. Iets naar boven jij. Tussen die kudde. Deze hier. Hier. Je hebt natuurlijk één dier in je hoofd, van dat je denkt van die moet ik hebben, want daar zit veel haar op. Hier voor ons, oké, rechts. Fuck. Ik krijg echt zo'n jagersinstinct, weet je wel. Pak hem. Ja. Pak hem. Ah, shit. Nog één. Hier zo. Shit, deze is goed. Pakken. Goed. Trek aan. Ja, helm. Trek aan. Ja, oké, okay, kom maar. Het is goed. Het is goed. Het is goede dikke. Oh ja. Huh? Gooi het om het nek. Beide duo's kunnen nu wol gaan knippen. Maar Anja en Nancy moeten hun alpaca nog wel naar de scheermat krijgen. Zo, beetje. Van een vrij opstandige alpaca. Gaat het niet meer stoppen? Met moeite kan Nancy de alpaca toch wat kalmeren. Ach, dan mag je maar meenemen. Nancy is best wel veel gewend met paarden te werken. Ja, ik zat maar rustig, maar kalm maar en dan blijft ze wat rustiger. Oh, maar beestje. Oh, maar beestje. Oh, rustig maar, ga je alleen maar knippen. Pascal en Miranda liggen voor op Anja en Nancy. Zo. Dit stuk hier. Hier ook nog, hier zit ook nog heel veel. Je probeert natuurlijk zoveel mogelijk wol in één keer eraf te halen. Om zo snel mogelijk aan die 1,5 kilo te zitten. Maar het scheren gaat erg moeizaam. Ik let op zijn huid, hè? Ja. Ola. Je moet dicht tegen de huid aanknippen. En dat is best wel moeilijk, want je komt er gewoon niet doorheen. Ah. Hier is er nog een hele pluk. Oké. Zullen we eens kijken hoeveel het is? Bijna 1 kilo, dat is al over de helft. Ja, maar lekker hier? Toch? Ja. 1 kilo. Dus het scheelt niet veel. Het is net genoeg. Intussen komt de volgeladen lift van Egbert en Josephine snel dichterbij. Ai. Oké. Ja, 1,5 kilo. Met een kleine voorsprong mogen Pascal en Miranda op jacht naar de zwarte lama's met een amulet. Ja, ja, van deze kant op. Hierheen. Rennen. Kutzooi. Ja, je moet toch rennen. Die lama's die gaan overal heen. Je moet naar boven, naar beneden. Je gaat pijn op je gezicht. Voor je blijven kijken. Hallootjes. Egbert en Josephine, ook welkom. Jullie mogen een ander duo helpen. Anja en Nancy. Ja, daar kregen we wel moed door. De keuze was in een seconde gemaakt. Anja en Nancy hebben de rieten mand en Pascal en Miranda afgegeven. Het was nu onze tour om te helpen. Ja. 1,5 kilo, jullie mogen beginnen te vangen. Ik sta voor dan op je naar beneden. Ja. Ik ga langs achter. Ja. Jij achter, ik links. Ja. Het plan was die lama's in de kudde te brengen en dan is Egbert gelijk een halve zot achter die lama's die hem aanrennen. Hier. Nee, niet bij mij. Jongens, jacht op dan. Omhoog. Ah. Ja, jacht die kant op. Uiteindelijk zijn ze helemaal links de hoek in gedreven, een beetje in de kudde. En de kudde is perfect, want dan kunnen ze niet er doorheen. Maar ook Pascal en Miranda kunnen nu makkelijk bij de twee lama's met een amulet komen. Zij staan samen sterk, maar ik heb dan wel meer drang om te bewijzen van nou, wat jullie kunnen met z'n vier, kunnen wij met z'n tweeën. Let maar op. Pak deze hier, de grote. Yes, kom op. Kom er overheen. Jij kan
Ja. Shit. Ja, ja, ja. Ian? Heb een fokkaas naar mij. Naar hier. Oh, kom aan, dekding. Hop. 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 Fluistokje. Pas op van je voet, ik zie dat dat taal was. Hop. Dat is super duidelijk, dat is een zwarte lama met een amulet. Jullie hebben gewonnen, Annie en Nancy, proficiat. Ja! Alsjeblieft. Dankjewel, jongen. Ons tweede amulet. 2 dagen, 2 amuletten. We zijn lekker bezig. Goedemiddag, masker. Ik vond het ook leuk dat we gewoon een steentje konden bijdragen. Goed gedaan. Kan je niet tegenop? Nee. Anja en Nancy hebben nu 2 amuletten in zeer korte tijd. Echt met Josephine 3, ja, weinig in 1. Het is gewoon kloot, want wij worden nu alleen maar afgeremd en alleen maar benadeeld. En dat is toch wel een omslag hier in Peru. Vanaf Abra La Raya moeten de duo's 150 kilometer liften naar Cusco, de beroemde hoofdstad van het Inca-rijk. Alle koppels beginnen tegelijkertijd met liften. Maar Pascal en Miranda lopen als enige terug naar waar ze vandaan komen. Wij gaan die kant op. Oh, als kijker. Ja, wij liepen natuurlijk de richting op, ja, waar de lift vandaan kwamen. Maar de 4 vrienden merken al snel dat ze een vergissing hebben gemaakt. Als er vandaar eerst verkeer komt, ja. De eerste die komt dat veranderen. Die bleef maar gewoon staan en houdt de eerste auto die garanderen. Ja. Zij doen het goed, wij doen het fout. We zitten nog iets te veel in de overwinning van de game, denk ik. Kut. We gaan toch Sander niet als eerste laten blijven. Laat dat gewoon niet gebeuren. Ja. We wachten hier, een auto die naar hier komt, pakken we mee en rijden ze een kilometer naar daar. Dan het eerste verkeer in. Is goed. Ja? Top. De 4 vrienden gokken goed, want de eerste wagen komt vanuit hun richting. Neem dat Josephine. 50 meter verderop kijken Pascal en Miranda argwanend toe. Komt de auto de andere kant op. Hola, senor. Ze gaan die kant op liften zodat ze voor ons staan. Weet ik zeker. Ja, het probleem is als zij voor ons staan, pakken ze wel liften weg. Ja, dat weet ik lieverd. Possibile. Conducir con tu. 2 kilometer. Dos. Succes. Le wahoo. Dat is voor 3 minuten. Je armen en zielen herzien. Dat ze ja. Kan. Stop. Ja. Oké, okay. Slimme keus, ja. Ik bedoel, als je het spel zo wil spelen en voor iemand terecht wil komen, so be it. Kijk, ik heb altijd zoiets van, it ain't over till it's over. Damn. Hopen dat er heel snel een auto komt. Ja. En dat echt met de Josephine die net gemist hebben. Maar het volgende voertuig komt ook al uit de andere richting. Ik denk dat Anja en Nancy hetzelfde gaan doen. Hola, señor. Buen día. Por favor, un poco dirección that way. Un poco. We need to go... that way? Een kilometer verderop ziet Egbert een tegenligger aankomen. Zet er een auto, pari, 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 pari. Make time. Stop. Oh, damn, nee. Zet. Daar houden ze hun tactiek. Kom op, auto. Yes! Oké, jongens, kom op. Oh, please, niet vol, please. Hola. Hola, señor. Oh, moment. Por favor, moment. Shit, ze hebben zo'n auto gestopt. Dos personas de situatie. Por favor. Ah, gracias. Ik ga wel achterin. Gracias, señor. We kunnen nu net goed hier blijven staan. Ja. Kut. We hebben ze verslagen. Ja, we hebben zeker verslagen. 2 teams verslagen vandaag. Oké. Okay. Kut, sorry. Ja, godver. Ik baalde natuurlijk. Als we gewoon naar links ook hadden gelopen, hadden we Pascal Miranda eruit gelopen en dan hadden wij de eerste lift kunnen hebben. Ja, rapido Pablo, rapido. Eerste, dikke vette eerste. Zonder rietenmat winnen we gewoon. Bon, het was hier gewoon niks meer. Ah ja, het was het plan, maar ons plan mislukt. Ah, kom aan jong. Waarom in die 2 minuten passeert er een auto in de andere richtingen? Dat is gewoon frustrerend. Uiteindelijk wilden we echt die finale halen. Dat was gewoon weer een blunder van formaat. Hier zitten we dan. Oh. Vamos a la playa. Oh.
Er reed niet veel verkeer, maar ja, je kan er niks aan veranderen. Dus ja, kan ik me beter gewoon zo blijven zitten. Ik hoop dat er snel een auto komt. Tam Baske. Mariki. Possible dos minuto. Oké, ho, we zijn daar toen al bij. Hola. Ik was aan het doen. Excuse me? Ik was aan het doen. Sí, sí. Ondertussen wil de chauffeur van Pascal en Miranda niet verder. Ja, dat hebben we niet. Ja, die meneer die wil geld. Señor, nos explicano. Nosotros han no dinero. Zoals wel vaker voorkomt in Peru, wil de man een kleine bijdrage van elke lifter die hij meeneemt. Disculpe, señor. Alleen deze. Miranda had nog een ring, dus Miranda wil haar ring geven. Maar de ring was niet goed. Wat doen we? Ja, horloge. Horloge? Horloge. Wilt u mijn horloge hebben? Hij wil je horloge hebben. Nou, vooruit. Oké. Ja, het is geen duur horloge of zo, maar hij komt echt super van pas. En toen was het ineens helemaal oké. Let's go, senor. Sorry. Je ging dus niet zo ver, die lift. Dat was wel jammer, want als Josephine en Egbert eruit zijn, dan komen ze ons voorbij. In de bus van Egbert en Josephine amuseren hun medepassagiers zich prima. Welkom in Europa. Vind je dat allemaal raar? Ja, dat was echt een zotte kot, die lift, maar die man reed goed door. Het busje rijdt helemaal naar Cusco. We wisten dat we goed zaten, dat we konden doorrijden totdat de race verstelde. Dat we even iets hadden van... Weet je? Si, somos dos vacas. Somos dos vacas de Belgica. Olé! Gracias. Anja en Nancy zijn opgepikt door twee bakkers. Groetjes. En ze laten hun chauffeur stevig doorrijden. We vervoeren muy, muy rápido. Ja, muy rápido. Justo en muy amable. De jongen vond het heel leuk om een beetje aandacht te krijgen. Ja, rápido. Great. It's okay. No worries. Miranda. Ja? Nederlanders. Nee. Hè? Hallo. Super. Nou, dat is echt... Heel raar, hoi. Nou, die auto, ik kijk zo op die deur en ik zie iets van Hollanda por Peru. Ik dacht, hè, Hollanda? Dus ik kijk die meneer aan en ik zeg, spreekt u Nederlands? Ja, ja, ik spreek Nederlands. Vier Nederlandse gasten in een blauwe pick-up in Peru. Ja, echt, zoiets verzin je gewoon niet. Wat doen jullie hier eigenlijk in Peru? We hebben hier een ontwikkelingsprogramma. We proberen om het onderwijsniveau in de bergdorpen te klikken. Want heel veel dorpen is dus absoluut geen onderwijs voor kinderen. Nee, nee, nee. Met de steun van vrijwilligers werken heel wat organisaties, zoals de Stichting Hoop, aan concrete ontwikkelingsprojecten in Zuid-Amerika. Kunnen jullie ons meenemen? Ja. Oh, super! Hey, bedankt. Super tof. Nou, grappig. En hoe lang wonen ze hier al? 15 jaar? Ja. Dit geloven ze thuis nooit. De drie duo's liggen nu weer dicht bij elkaar. En wanneer de race wordt stilgelegd, zitten ze allemaal vlak bij Cusco. Hey, bedankt man. Ja. Dankjewel. Super bedankt. Miranda, de directeur Wouter, die wil ons morgen naar de check-in brengen. Echt? Om 6:30. Yeah, Emmy. Ja, dat is gewoon een lekker gevoel. Dan hebben wij toch voorsprong. Hartstikke bedankt. Ja. Tot morgen. Aha. Het is volgens mij echt een rijke luiswijk. Volgens mij ook. Ik zie zo weer al die hekken zie je eromheen. Ja. Ja. Het is me nooit gelukt om bij een rijke familie echt te slapen, hè? Nee. Er zijn wel heel veel beveiligingsmannetjes. Lijkt wel een bunker. Ze mag geen mitrailleuren en als hoofd krijgen. Hola. Hola, ¿cómo está? Mi soy Pascal. De Hollanda. Hola, soy Miranda. Nosotros need a place to dormir. Dormir, por favor. Ya, a ver, voy a ver. Ya, voy a hablar con mi esposo. Esposo, ya. In het centrum van dezelfde voorstad vindt Josephine een leraar Frans. Doe, Cham. Je peux dormir sur terre, no problem. Okay. Salma un. C'est bon. Est-ce possible? Gracias, señor, gracias. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Intussen zit ook Egbert niet stil. Ik dacht van, laat ik mij ook even nuttig maken. En ja, een praatje gedaan met de lokale politieman. Mañana, a 6:30, partir direction Cusco. Tu pare un auto
Y nosotros, amigo y yo, vamos muy rápido dirección Cusco. Correcto. 6 de la mañana. Gracias, señor. Sí. Mucho. Le personas de Perú, super simpático. Het was zo 2 vrienden en een klap en allemaal gereeld in pak 5 à 10 minuten. Muchas gracias. Straks in Peking Express. Wie wint de laatste amulet van de etappe? Nou, prima scheepsrecht, wij pakken ze gewoon nu terug. Hola. Hola. Pascal en Miranda zoeken een slaapplaats in een rijke voorstad van Cusco. Hola. Ah, ja, ja. Soy Pascal de Holanda. Hi. Soy Miranda. De heer des huizes is erg op zijn hoede. Hij wilde eerst helemaal checken of het oké was. En hij vroeg ook of we identificatie bij ons hadden. Dus wij zeiden, ja, we hebben paspoorten en alles bij ons. Dus ja, dat wilde hij dan wel zien. Okay. So, thank you very much. De familie runt een succesvol reisbureau dat expedities door het Andesgebergte organiseert. Is there a lot of criminality? Not criminality. No. At the very beginning, we've been living here was like bandits. Yes. They come inside quickly, take your TV or something from your house. Yeah, and is that why we pay now extra money for the private cars? Anja en Nancy maken kennis met de familie van hun bakkersvrienden. Possible dormir aquí? De familie wil dat Anja en Nancy helpen bij het broodbakken. Ja, dan gaan we maar een beetje broodjes helpen bakken. We moeten brood rollen, vlechten, allemaal op de plank leggen zodat we door kunnen geven naar de oven. Uit de oven halen, op de mat leggen, daar in zakjes doen. Er komen er weer heel veel aan. Oh, oh, oh. Is die zee? Jawel. Hij gaat als een idiootje gozer. Het is hard werken. Ja. We hebben voor het eerst wel moeten werken voor een slaapplaats. Gracias. Ja. Bij Pascal en Miranda vertelt de touroperator vol vuur over zijn expedities naar Machu Picchu. When you go there, you feel like the power, you feel the mystical thing, very ancient, very old. You will see something else. Yeah. Something that you never saw. Ja, die vertelde echt vol passie over het geweldige Inca-dorp. Dan sleurt hij je mee in zijn passie. It would be really a pity if we didn't see it. Now we are so close. Oh, nice. If you come to Peru and not see Machu Picchu, seems like you go to the disco and don't dance. I mean, it's the essence of Peru is Machu Picchu. De volgende ochtend zijn Anja en Nancy al vroeg in de weer. Ik zit om huis te lachen. Ja, we hebben gisteren best wel veel brood gebakken en geholpen en vanochtend te proberen te verkopen. Panes! Pan! Pan! We hopen als we dat nog langer doen dat we misschien toch een lift krijgen. No traffic, sorry. Vandaag bereiken onze drie duo's Cusco, de legendarische hoofdstad van het oude Inca-rijk. Toch heeft dat rijke Inca-verleden hier weinig sporen nagelaten. 5 eeuwen geleden onderwierpen de Spanjaarden de Inca's. Toen ze deze stad binnenvielen, wilden ze alle gebouwen hier vernietigen. Maar dat lukte niet omdat de funderingen te sterk waren. En dus moesten ze hun stad bovenop die van de Inca's bouwen. Ik wacht de duo's hierop met een opdracht. En ik ga alvast naar het monasterio. Het koppel dat daar als eerste binnenkomt en de opdracht juist heeft, wint het derde amulet van deze etappe. Gracias per tutti. Oké. Bam! De drie duo's zitten vlak bij elkaar op amper 10 kilometer van Cusco. Egbert en Josephine vertrekken als eerste. Bye! We hadden die lift uitgekomen in Rio. Dus straks 6:30 uur, we springen in die auto en hup, we zijn weer vertrokken. Goedemorgen! Ook Pascal en Miranda krijgen een rechtstreekse lift. Van de Nederlandse ontwikkelingswerkers. Zou je eigenlijk meer willen omhelden? En het werk van Anja en Nancy werpt opnieuw vruchten af. De bakkersvrouw regelt een rechtstreekse taxi voor hen. Nice, rapido, San Cristobal. Thank you. Ciao, ciao. We hebben wel hard gewerkt in die bakkerij, maar we hebben er wel nu een hele goede taxi voor terug. Ja, en zo vind ik het ook leuk. Iedereen heeft nu een directe lift naar het centrum van Cusco. Het zijn Egbert en Josephine die als eerste de stad binnenrijden. Ya estamos cerca, estamos mirándolo ya en San Cristóbal, que está ahí encima. Ah, okay.
Pascal en Miranda zitten maar op 1 minuut achterstand. Voor dat wisten waren we eigenlijk al in het centrum van Cusco. Wij keken om ons heen. Sukken nauwe straatjes waar de auto net in paste. Oh, kijk dit dan, hé. Dat is allemaal oude Inca-muren wat je ziet links en rechts. Om bij Roos te komen moeten de duo's helemaal naar boven door een doolhof van smalle straatjes. De check-in is bij de San Cristobal. Ja, dat is de kerk. Dat is de kerk. We hadden natuurlijk een lift met mannen die al 15 jaar in Cusco wonen. En zij kennen de hele stad op hun houtje. Het lijkt wel een vrijgeleider dit. Ook Egbert en Josephine rijden al door het oude stadsgedeelte. Die chauffeur was niet van Cusco. Die man moest zoeken en hier zijn we nu echt kostbare tijd te verliezen. Ja, we zien al, er zijn echt twee teams die zijn vrienden van elkaar. En wij vallen er een beetje buiten. Maar goed. Wij redden het al met z'n tweeën. Hier in Cusco kunnen wij alles voor jullie redden. Ja. Ja. De pech blijft Egbert en Josephine achtervolgen. Ja, hier staan we. Sí, perfecto. Y acá uno, dos, tres cuadras a la vista en acceso a la mano izquierda y ahí es. Hun vrienden Anja en Nancy schieten wel goed op. Oké. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb een opdracht voor jullie. Ja. Dit zijn twee foto's van plaatsen waar jullie te voet naartoe moeten. En op die plaatsen moet je met deze camera een foto van jullie samen laten nemen. Oké. Op de foto staan twee historische kerken uit de stad. Daarna moeten de duo's naar het monasterio, waar ik op hen wacht. Als jullie daar als eerste aankomen, dan winnen jullie de amulet. Ja. Dag. Muchas gracias, señor. Concurrenten Anja en Nancy zijn vlakbij. Oei, onze voorsprong was toch niet zo groot als dat we gedacht hadden. Maar goed, wij zijn twee keer flink weer benadeeld. Nou, drie maal scheep zegt, wij pakken ze gewoon nu terug. We moeten naar deze twee punten. Nou, dit is Plaza Armas. Oké. Okay. En dat? We hadden gelukkig dan die Nederlandse man nog. En die wisten meteen dat één zo'n kerk op het grote plein stond. Ja, hier is de meneer. Oké. Okay. Ja. Hopen dat we die amulet winnen. Ja. Is dat het niet? Ja, toch? Ja. Van bovenaf hebben Anja en Nancy ook zonder gids een goed overzicht. We gaan eigenlijk heel snel. We lopen heel snel, we vinden de locatie snel. Intussen heeft de chauffeur van Egbert en Josephine de zoektocht naar de San Cristobalkerk opgegeven. Gracias, señor. Dan zet hij ons af op een punt waar we echt nog bergen moeten beginnen beklimmen. En hebben ze zoiets van, fuck, dat komt hier gewoon niet meer goed. Brrr. Met hun gids zijn Pascal en Miranda snel beneden bij het plein. Oh, mooi man. Dat centrale plein, ja, dat was echt... Sommige mensen vinden het mooiste plein van heel Zuid-Amerika. We zagen al die mooie gebouwen, wat natuurlijk een brok van historie met zich meedraagt. Uitkijken dat je handen niet voor de flitser hebt of zo. Oké, nu door naar de volgende. Dat is een close call. Hier, vraag of die foto maakt. Ja. Hier, please, take a picture. Abbas. Zie. Kun je een beetje pitchen? Dichtbij, ja. Hij mag het niet verneuken. Egbert en Josephine zijn nog altijd aan het klimmen. Als ik nu begin te lopen op zo'n hoogte, dan is uw adem is hier heel schaars. Om er echt spaarzaam mee omspringen. Waarom rijden drie auto's? Gaan we uit de voet? Ja, omdat die man dan niet best zijn. Dan Francisco, mama, ja, ja, ja. De nichtjes zijn al bij de tweede kerk. Maar Pascal en Miranda zijn er ook. Ja, vandaar ongeveer. Kerk moet er goed opstaan, ja, hè? Ja, oké. Okay. Kerk moet er wel goed opstaan, ja. Ja. Oké. Okay. Twee. Oké, okay, naar het hotel. Monasterio. Donde? Monasterio. No? Pascal en Miranda. Hoi. Goedemorgen. En foto's kunnen maken? Prachtige foto's. Laat zien. Dit is de eerste. Ja? Ja, hier zie ik jullie duidelijk op. En hier ook, hè? Ja. Oké. Okay. Hoeveel amuletten hebben jullie eigenlijk al? Geen. We hebben er helemaal nog geen. Gefeliciteerd, jullie zijn hier eerste. Oh. Oh. Ja, perfect natuurlijk. Als eerste amulet. En ja, beter laat dan nooit, zullen we maar zeggen. Aan wie mag ik hem geven? Aan Miranda. Alsjeblieft, gefeliciteerd. Ah. Het was dan ook wel weer lekker om revanche te nemen. En dat bewijst dat we gewoon een sterk team zijn en dat we elkaar goed aanvullen. En dat we het ook echt met z'n tweeën wel zeker kunnen redden tot in de finale. Dit is dus een amulet.
Dit is de amulet. Dit is de amulet. Ja, we hebben hier de amulet. Ontzettend gefeliciteerd. Hartstikke goed. Volgende week in Peking Express. De koppels trekken naar Machu Picchu, de mystieke stad van de Inca's. En welk duo valt af, vlak voor de finale? Ja. Sam, zeg dat Queen nu ziek bent en dokter moe. Ja, maar er moet nu iets komen. Het gaat om een finale plaats. Nu. Oh, loop naar haar, loop naar haar! Tinja! Wat een idiootje. We gaan onze bikini aan doen. Door een hek te kijken dat ik haar nooit meemaak. It's a matter of life and death.